We zingen heel vaak, God is trouw. Ik wil u volgen en ik blijf u trouw en ik hou van u. Maar dan gaan er hele andere dingen door je heen. En onderaan die brief stond, heb jij eigenlijk wel eens een persoonlijke keuze gemaakt? Heeft mij er toch toe gedrongen om op mijn knieën te gaan en de Heer Jezus echt aan te nemen als mijn verlosser. Ik denk dat het 15 jaar later was, in 2004 of 2005. Daar kwam ik ook mee in gesprek en dat kwam ook op mijn zus uit. En toen zei hij van, joh, hij zegt, ik heb straatevangelisatie gedaan bij jouw zus. Ja, hij zegt, we zijn daar binnen geweest en ze hebben echt een hart aan de Heer gegeven. Nou, hoe mooi kan het gaan? De dag dat jij ons plots verliet, het stond zelfs in de krant. Ik zie nog steeds het vuur dat op mijn netvlies staat gebrand. Twee mannen in het wit dragen jouw lichaam uit je flat. Het is alsof mijn leven een moment wordt stilgezet. De vormen van het zeil over jouw lichaam heen gelegd. Laat zien een nietig hoopje mens aan het eind van haar gevecht. Ik sta verdoofd te kijken, weet niet echt wat er gebeurt. Het is of alles om mij heen nu duister is gekleurd. Je zag je leven vaak heel droevig in een graf. Je zocht je leven lang naar dat wat God je geven wou. Je zocht naar liefde, naar erkenning, naar geluk. In die wanhopig lange zoektocht gingen vele dingen stuk. Wat een genade, wat een troost toch lieve meid. Dat God een plaats voor jou dicht bij hem heeft bereid. Wat ging er door je heen, die laatste uren in je flat? Heb jij jouw leven met de Heer nog tijdig rechtgezet? Heb jij hem kunnen vinden in je moeite en in je pijn? Zodat jij toch uiteindelijk voorgoed bij hem mag zijn? Ik kreeg het antwoord 15 jaren later van de Heer. Een vriend vertelde van het gesprek, hij bad met jou een keer. Het was niet zo lang voordat je stierf, zodat ik weten mag. Wat is de Heer genadig, dat hij ook jouw lijden zag. Je zag je leven vaak heel droevig in een graf. Zocht je leven lang naar dat wat God je geven wou. Je zocht naar liefde, naar erkenning, naar geluk. In die wanhopig lange zoektocht gingen vele dingen stuk. Wat een genade, wat een troost toch lieve meid. Dat God een plaats voor jou dichtbij hem heeft bereid. Mag ik weten, zeker weten, lieve meid, dat God ook echt voor jou een plaatsje heeft bereid.